Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 9 van de Career Mode. We moeten dus het contract met Richard Verschoor gaan verlengen. Eerst even de kalender even zien op te vullen. Allerlei activiteiten in het plannen. We hebben genoeg geld, dus ik zou wel verwachten dat Verschoor wel bij ons blijft voor de resterende races. De vorige wedstrijd hadden we helaas een DNF achter onze naam. Helaas hield alweer de versnellingspak ermee op. Het was gewoon hartstikke zonde, want ja, het was weer een nieuwe bak. En ja, het was weer een probleem met de versnellingspak. Dus we moeten een penalty helaas pakken om een versnellingspak nog te sparen in deze aantal races. Gaan we gewoon een contract met Verschoor gewoon verlengen. Hij verdient nu $1,5 miljoen. En wij gaan hem dat ook gewoon weer bieden voor de resterende races. Nou, Verschoor heeft dat geaccepteerd. Hetzelfde salaris behoudt hij dus gewoon. We kunnen nog even kijken wat we kunnen doen aan de faciliteiten. We gaan wat dingen doen aan de betrouwbaarheid. Om ervoor te zorgen dat wij niet meer die fouten hebben. En dan spoelt de tijd gewoon eventjes mooi door. Kijken wat er allemaal uit gaat komen. Een chassis. Onderdeel moeten we even gaan doen. Thanks for stepping in and helping handle that. En hebben dus een wat verbeterende onderdeel. Zoals je net in de mail zag. En kopen ook eentje van de powertrain erbij. Helaas is een onderdeel gefaald van... Twee onderdelen zelfs zijn gefaald. Dat is minder. Maar goed, het is tijd voor de kwalificatie. Zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of wij ook misschien door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Er is regen voorspeld aan het einde van Q1. Dus daarom zijn wij er ook zo vroeg naar buiten gegaan. En mocht deze run het niet goed zijn, ja, dan ben ik bang dat we het hiermee gaan laten. We hebben sowieso een penalty gepakt vanwege de versnellingsbakwissel. Daar helaas op dat broodje terecht gekomen en daar kan je niet zo makkelijk vanaf. Dus je skate als het ware over het broodje heen. Goed verhaal. Wat tijd ermee verloren helaas. Een rouge kunnen wij niet flat out nemen. Komen we aan bij de laatste paar bochten in België. Klein beetje wielspin op de exit. DRS geopend en dat is een P9 met een 1.46. 4.47. Dat betekent dat ik het hierbij ga laten. En Charles Leclerc is vierde. Had ik niet verwacht. Sainz snelste. Regen is in ieder geval gevallen op het circuit en wij staan op een P21. Pak tenminste Richard Verschoor. Maar we hebben een penalty van 5 plaatsen vanwege die wissel met de versnellingsbak. We staan op de laatste plek voor de sprint. Geen probleem. We gaan gewoon beginnen en kijken wat dat gaat worden. Daar gaan we dan. So it is all about speed in today's sprint. Not very many laps and no chance to get ahead on strategy. Who here today has the raw skill to take them to the top? Through the driver grid order for today's exciting sprint. Fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole, edging out Max Verstappen, who will start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Russell, Perez, Sainz, Hamilton, Fernando Alonso, Norris, Gasly, Ocon, Bottas, Stroll,
Magnussen, Oscar Piastri, Tsunoda, Joe, De Vries, Hülkenberg, Albon, Sargeant, the Professor, and Richard Vasseur. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. En dan zijn we inmiddels aanbeland bij onze positie op de startopstelling. Kijken wat we kunnen gaan doen in de sprint. Het is letterlijk dezelfde strategie. Dus ja, het maakt niet uit welke we kiezen. Neem een extra brandstof mee en dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Voor de sprint voor aflevering nummer 9. Starten op een P21. Voor Richard Vasseur. Komen inmiddels goed weg. Dan weet ik hier niet wat er hier gebeurt met de controller. Dan schijnt mijn controller in één keer mee uit. We moeten even kijken wat hier aan de hand is. Gelukkig maar dat er in de formatieronde geen schade aan staat. Dat heeft Colin Masters automatisch uitgezet. Dus daar hoffen wij dus wel mee. Wel moeten even oppassen wat de controller zo meteen gaat doen. Tijdens de sprint. Inmiddels weer terug op onze oude positie. En dan gaan we gewoon zo meteen beginnen voor de sprint. Hier in België. Wacht er maar niet zoveel bijzonders van. Punten rijden is zinloos. Zijn gewoon niet snel genoeg op dat rechte stuk. Heb ik expres zo gedaan om in de bochten wat sneller te zijn. Raken daar net niet Sergeant. En dan komen we uitstekend in onze positie terecht. Jazeker, en dan gaan we gewoon beginnen voor de sprint hier in België. Aflevering nummer 9 gaat beginnen van F1 23. My team Caremo, de lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen prima weg. Sergeant al heel slecht weg. Albon is al slecht weg. Daar naar binnenkant proberen bij de Britse Thai. Lukt. En maken een dive bomb naar Yuki Tsunoda. Aan de binnenkant. En dat lukt ook. Jazeker. Dat is P14. Magnussen op P13. Hebben Piastri ook verschalkt. Maar hier volgt al dat rechte stuk. De top 10 light gaat hier in één keer inkakken bij ons. Zijn nog niet op hetzelfde niveau als de rest. Piastri zit aan de buitenkant te kijken. Tsunoda zit hier ook al aan te vallen. Daar volgt ook Nick de Vries zometeen. We kunnen hier helaas helemaal niks. P16. Wel terug aanvallen misschien bij Tsunoda? Nee, want daar is de grindbak. En dat is definitief een 16e positie. P17 inmiddels als Albon ons is gepasseerd. De Vries probeert het daar aan de buitenkant. Duwen hem daar mooi wijd in ronde nummer 2 van de race. Iedereen rijdt bijna op die medium band. Behalve dus Albon. Ik zelf weet eigenlijk niet waarom het team voor de medium band heeft gekozen. Want er zijn maar 5 rondes te racen. Over racen gesproken. Daar is Nick de Vries. Misschien met een aanval voor P17. Wij blokkeren hem stevig. Guangyu Zhou zit ook te kijken. De Vries aan de binnenkant is er nog niet voorbij. En dat is een touché met Jo en De Vries. In ronde nummer 2. Ronde nummer 3 is het als weer Nick De Vries naar het is toegereden. En heeft hier nu DRS. En gaat hier aanvallen met een vele snellere auto. Maar wordt geblokkeerd. Kijkt naar de buitenkant. 3 dik omdat Jo daar ook zit aan de binnenkant. Laat remmen ook. Want Nico Hülkenberg deed even kort mee. En is naar een P18 gegaan. Pakt Nick de Vries voor P18 dus. We moeten nu even de Duitsers zien af te stoppen. Hopen dat dat lukt. Albon is al te ver weg. 7,9 seconden is het gat. Wordt alsmaar groter en groter. En zit inmiddels in de laatste ronde van de race. Max Verstappen wint hier de sprint. En pakt ook de pole position voor de hoofdrace. Denk ik. Goed gedaan door hem. Wij dus naar een 17e positie.
prima gedaan. Dus gewoon nog 19e geworden. Tsunoda 16, Albon P15 op die zachte band. Een prima sprint over 5 rondes. Hebben het keurig gedaan. En wij krijgen ook Drive of the Day. Goed gedaan. Uitslag van de sprint. Max Verstappen wint dus deze korte race. Leclerc naar 2, Russell 3. En de rest zien we allemaal op het scherm. En dan gaan we ons opmaken voor de hoofdrace. Kijken wat er dan gaat gebeuren. Is Verstappen ook zo dominant? En pakt hij de volledige score hier in België? Of weet Leclerc hem af te stoppen? Waar kunnen wij eindigen? Dat is de grote vraag. Gaan we erop beginnen voor de hoofdrace en kijken hoe dat dan gaat aflopen. It's the Belgian Grand Prix, the site of the maiden victory of the Jordan team in 1998. The venue that Michael Schumacher made his debut in Formula One. There is so much history here amongst the beautiful nature. We are about to go racing through the Ardennes Forest, 4.3 miles of long straights, fast corners and huge elevation changes. Turn 1 at La Source moves straight into Eau Rouge, eventually climbing into Radion. They are corner names to get the heart pumping. It's old school and we adore it. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. World champion Max Verstappen starts from pole position. Charles Leclerc alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Russell, Sainz, Perez, Hamilton, Norris, Fernando Alonso, Gasly, Stroll, Ocon, Bottas, Magnussen, Oscar Piastri, Albon, Tsunoda, Joe, Richard Vachon, De Vries, Sargeant, Hülkenberg, and the Professor. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Stel me niet teleur, zegt de ingenieur. Hopelijk dat we dat ook niet kunnen gaan doen. Er is regen voorspeld tijdens de wedstrijd. Kans dat we daar nog wat van kunnen profiteren. Gaan we erop beginnen voor de formatieronde voor de hoofdrace hier in België. Zat er dus op een P22 vanwege een grid penalty. Komen in ieder geval goed weg. Bijna iedereen op de zachte band van start gegaan, zie ik. Rijdend op een P22 vanwege die vertellingsbakwissel die wij hebben gedaan. We komen aan bij het einde van onze formatieronde met Max Verstappen op pole position voor de hoofdrace hier in België. Daarachter volgens mij George Russell. Of Charles Leclerc, weet ik niet zeker. Wij sluiten zometeen aan als laatste. En komen wij goed of slecht in onze positie terecht? Dat is de vraag. De game vindt blijkbaar van niet. Dus helaas gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 9. De hoofdrace dit keer staat op het programma en de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En komen matig weg. Maar goed, hier is dan nog gelijk druk. Wij kiezen hier voor de binnenkant. En pakken heel veel posities goed. Rijdt het op een P17 voor Guang Yuzhou. En daar lichtjes de muur geraakt. Geen volvleugelschade. Hier gaan wij extreem veel snelheid inleveren op dit rechte stuk. Daar zit Jo al aan de binnenkant en is er voorbij. Hetzelfde geldt voor Richard Verschoor en Yuki Tsunoda. Sorry, Nick de Vries zelfs. Maar wij pakken Jo hier mooi terug aan die binnenkant.
te veel, denk ik. Jazeker, en moeten die positie teruggeven. De school kan gelijk mee profiteren. Wordt hij naar buiten geduwd door ons? Kan er niet voorbij. Is er nog steeds einde ronde nummer 1. Als Verschoor daar ons gewoon is gepasseerd. Joe is al 1,5 seconden weggereden van ons. Wij gooien de overtakeknop aan om bij te blijven bij Verschoor. En vallen hem daar aan de binnenkant. Laten we hem wijd lopen. Russell aan de leiding. In de grote prijs. En we gaan ronde nummer 2 in. En wij laten een 1,558 noteren. Gat naar Joe inmiddels 1,1 seconde. Wordt hier een beetje verkleind. Omdat iedereen daar zichzelf vertraagt op de eerste bocht. Wat kan Verschoor zometeen en wat kan Sergeant zometeen op het rechte stuk? Want daar heb je Logan Sergeant al. Aan de buitenkant. Kan er niet voorbij. En wij gaan hier verdedigend rijden. Kijk naar de buitenkant. En duwen hem daar een beetje wijd. En het is gelukt. Ronde nummer 3 is het. Als weer Sergeant naar ons is toegereden. Voor een aanval. Wij hebben maar weinig ERS meer over. Gat naar Joe inmiddels opgelopen tot 2,4. Sergeant aan de buitenkant. Bij de busstopchicane. Lukt niet. En Verschoor kijkt gelijk mee voor een aanval. En is er voorbij. We zitten in de vierde ronde van de race. Gat naar Joe inmiddels 2 seconden. Verschoor is voorbij Sergeant. En die twee knokken nog samen om een P19. Gat naar hun is inmiddels ongeveer 1,3 seconden. We hebben echt maar weinig ERS meer over. Dat kan nogal voor een probleem zorgen. Ronde nummer 6 is het als daar regendruppels op de lens verschijnen. En daar zit Verschoor aan de buitenkant en is er voorbij. Zijn gewoon kansloos. Proberen hier wat terug aan te vallen, maar het lukt helaas net niet. En hier een betere lijn nemen. Aan de binnenkant, jazeker. En dat is weer een P18. Nog geen tijd voor de intermediate, zegt de engineer. Baan is nog te droog. En nog 11 rondes te gaan in de race. Zit in de ronde nummer 9. Als DRS helaas disabled is. En daar duiken wij naar binnen voor onze eerste pitter van de dag. Verschoor gaat langer door. Wij gaan dus naar de intermediates. Verstappen leidt de wedstrijd volgens mij. Prima, pits op 2,4 seconden en dan komen we terug op een P19. Nu is het naar de rest toe rijden die nog allemaal op de droge weerbanden rijden. Dus wij kunnen in, bij wijze van spreken, makkelijk naar ze toe rijden en ze ook eenvoudig gaan inhalen. Nog 5 rondes te gaan in de race. Gat naar Ocon is 8 seconden rijdt op de Inters. Naar Sergeant is het 2,9 seconden. En naar Hulkenberg 3,7 seconden. Nog geen uitvallers in de grote prijs. Terwijl het daar geel is in sector 2. Want een Ferrari gaat daar uitvallen volgens mij. Charles Leclerc staat stil aan de linkerkant. En brengt dat iets op. Jazeker, een virtual safety car. Dit is niet wat we moeten hebben. Want de rest voor ons, Verschoor, Alonso, Magnussen, Bottas moeten allemaal nog naar binnen voor die intermediates. Die zijn een ronde lang doorgereden en wij hebben een flinke achterstand opgelopen door die pitstop. Terwijl we hier trouwens hier even Leclerc zien uitvallen. En dat betekent dat die groepje jongens voor ons rijdt, allemaal weer voor ons de baan opkomen. Ronde nummer 11, P17, Ocon en Zhou dus allemaal naar binnen gegaan. De rest rijdt daar nog voor ons. We hebben gelukkig Hulkenberg en Verschoor verschalkt. We hadden er hier veel meer moeten verschalken. Maar helaas door een virtuele safety car is het eigenlijk mislukt.
Geen probleem, dit kan gewoon gebeuren. Nog vier rondes te gaan. Ik denk niet dat we dit nog dichtrijden. Het gat naar Sargeant is ook te groot om een echte aanval af te slaan bij de jonge Amerikaan. En één uitvallige Charles Leclerc. Geen punten, geen podium voor hem. Russell wint de race hier in België. We stappen op P2 denk ik. Perez op P3 als ik het goed zeg. Wij gaan hier dus als 17e eindigen. Een onzichtbare race voor ons. We kunnen er helaas niet zoveel aan doen. En dan is het op naar de volgende wedstrijd. En kijken hoe dat dan gaat aflopen. What a great race then, and a magnificent victory here at the Belgian Grand Prix. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, they clearly have a car that comes alive in the kind of conditions we are dealing with today. It's a very balanced package in the wet, and what that means is that the drivers have confidence to attack. And having that confidence gets you on the power earlier, it lets you brake later, and can put you a long way up the road. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Nou, hier ben dan de uitslag van de hoofdrace. Russell wint dus de wedstrijd. Perez naar P2, Verstappen 3, Sainz 4. Sainz 4, dus Hamilton 5. En wij dus naar een P17. Leclerc dus uitvallen met de snelste raceronde. Dat betekent dat Verstappen en Perez nog steeds domineren aan top. En Red Bull is gewoon bijna 100 punten los van nummer 2. Zo dominant zijn ze. Wij nog steeds op P13 in het coureursklassement. Rivaliteit breekt daar met mezelf en Guangzhou Zhou. 27 tegenover 20. Ik denk niet dat we dit nog gaan goedmaken op de Chinese coureur. Die McLean is level 11. Wij zijn level 8, de score is level 9. Sorry, Team McLean is level 12. Goed gedaan. Helaas dus geen punt gepakt, wel de practice program voltooid, $143.000 erbij. Ik heb wat schade gereden, $67.500 ook erbij, in totaal $2.19 miljoen. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij niet leuk vindt. Als nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijks F1 23 My Team Karim content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan weer met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.